Vandaag waren er op filmfestival twee interessante dingen dat ik wil vertellen. Ten eerste, Johan Heldenberg die zijn mastercollectie voorstelt met You the Living. Als je die film nog nooit gezien hebt, het is een vrij rare film, maar het is geweldig. Als je ooit de kans krijgt voor die film te bekijken, zeker een keer doen. Het is een beetje een aparte film. Johan vertelt hier even een korte uitleg van de film en wat dat hij er zelf van vindt. Dus, een job. Ik heb een selectie mogen maken, zoals u weet, van films die... Ze mogen zeggen, je mocht 6 films kiezen. En dan denk ik van... er zijn 200 films die ik goed vind, dus moet ik criteria. En mijn criteria voor... Om de films te kiezen was voornamelijk films die mij op een of andere manier hebben beïnvloed. En na de voorstelling zal ik een kort woordje uitleg geven en nog een beetje toelichten hoe dat is. Blijf alsjeblieft zitten, want ik ga u al mijn geheimen verklappen over wat ik allemaal van gestolen heb. Van alle films die je gaat te zien krijgen in mijn selectie, de masterselectie zoals dat dan heet, is You the Living de film waar ik het meest van gestolen heb. In die zin dat ik een voorstelling gemaakt heb die bijna gewoon echt copy-paste is. Maar je moet dat op een goede manier doen natuurlijk, dan is het niet meer stelen, maar samplen. Maar het is een hele schone film, het is een wonderbaarlijke film, een film van Roy Andersen. En Roy Andersen is een decorbouwer eigenlijk. Nou, als hij ook reclamefilmpjes maakt om... Met als enige doel om genoeg geld te verdienen om af en toe een film te kunnen maken. En hij werkte er dan 10 jaar aan, maar voornamelijk aan de decors. Het is ook zo dat als je zijn camera, hij heeft altijd met een vaste camera, als je zijn camera 10 centimeter verzet, dan zien die decors er niet meer uit, omdat het allemaal decors met valse perspectieven en zo. Maar geniet van de kunst die deze man maakt met film. Het is echt een kunstenaar. En je moet niet bang zijn, het is geen kunstfilm, het is ook heel grappig. En het gaat over La Condition Humaine en dat we allemaal dansend en zingend de diepte in gaan. Veel plezier. Ten tweede kon je ook naar Formule 1 live in de cinema gaan kijken. Wanneer krijg je nog de kans voor Formule 1 op het grote scherm te gaan bekijken? Dat gebeurt de laatste, wel in gebruik praktisch nooit. Het is ook heel even interessant voor even keer te gaan kijken. Een van de race dat ze niet genoeg benzine aan boord nemen om heel de race voluit te gaan. Maar dan moeten ze wel af en toe bepalen wanneer ze dat wil doen. Dat wordt uiteraard nauwlettend gevolgd.